Ines Panay na minister fu sosiale sake ang a volkshuisvesting dang abi wan taki makanda ang a disa ma ang a beperken. A bedoelen be de taki de oken in pakisei fu luku fa de kalos de problemo fu den op bika de polo bele maipi a soa minister taki. Ma ala sa no wakai ke fa de be pakisei. De meeting was gepland om de mensen met een beperking aan te horen, de knelpunten aan te horen. En de bedoeling was eigenlijk dat er een platform gevormd zou worden, dat de focal point zou zijn voor de regering. Maar dat is niet gebeurd vandaag. Er is een voorstel vanuit de groep die hier aanwezig was, dat de focal points dan per mail zullen worden gestuurd. Dat ze dat onderling nog in gesprek gaan en dan dat we dat achteraf van hun krijgen per mail. De helpdesk is om de problemen van de mensen, want er zijn heel veel problemen. Omtrent KKV, ook uitbetalingen en dat de vragen dan gestuurd worden naar de helpdesk. En dat er van daaruit dan oplossingen of ja, dat de vragen beantwoord worden vanuit de helpdesk. Want ik krijg persoonlijk heel veel vragen en het zou dan veel makkelijker zijn dat de vragen worden opgevangen door de helpdesk en dat er van daaruit aan oplossingen worden gewerkt. Ja, dus er wordt ook, want er is geen afdeling voorlichting op het ministerie van Sociale Zaken. Ik ben het zo komen aantreffen. En ik wil toch wel dat er zo gauw mogelijk daaraan gewerkt wordt, aan een communicatieunit. Daar wordt er nu ook aan gewerkt, ook in samenwerking met het kabinet van de president. Dat dat dan zo snel mogelijk komt, zodat de gemeenschap op de hoogte wordt gehouden van alles. Dus dat wat ik al net zei, er zullen dan focal points worden aangewezen. En die krijgen we dan per mail. En van daaruit zullen we dan contact onderhouden met de focal points en dan verdere stappen uitstippelen. Even voor de leek, wat bedoelt u precies met focal points? Dus vanuit de groep die hier vandaag aanwezig was, zullen er focal points worden aangewezen. Dat bepalen zij zelf en die krijgen we dan per mail toegestuurd. En vervolgens stappen zullen dan, afspraken zullen dan gemaakt worden met die focal points. Dus de bedoeling was eigenlijk een platform samen te stellen. En die zou dan een gesprekspartner zijn van de regering, maar dat is niet gebeurd. Dus dan moeten zij dan hun focal points, de mensen voorstellen, waarmee er dan verder gesproken zal worden. Want we kunnen niet met een hele grote groep blijven praten. Dus zullen we dan met die focal points in contact blijven. Angadishu kona kabafuna gongo sabotofti de otaki gantangi di luku. We see wa monshti neti, mo fawe.